Geert Vissers. Geert, goedenavond. Voor de mensen waar de Labelle Maison met die niet meteen een belletje doet rinkelen, we hebben het al een beetje beklapt, maar wie of wat is Labelle Maison? Ja, iedereen kent wel de ploeg van de stad, dus wie met dat spelen de Bosraden. Maar in Antwerpen is er ook de grootste familie van de stad. En zelfs veel meer, de meest diverse familie van de stad. Ik ben gelukkig geprezen dat na 10 jaar een onderneming bijna 1000 mensen in dienst heeft. En dat wij het grootste dienstische kantoor zijn in Vlaanderen, die in één gebouw zoveel huishoudhulp heeft. Wij zijn gelegen, als je even 100 meter door het slijkwand moet, dan kom je ons kantoor tegen. En mijn medewerkers die zijn afkomstig van 93 verschillende landen. Dus je kunt daar de wereld zien. Nu ja, het is ook zo dat jullie naast de projecten zoals Mr. Gay Belgium, dat jullie veel dingen ondersteunen en ook zelf die maatschappelijke rol als bedrijf willen opnemen. Waarom juist? Onze maatschappelijke rol vind ik wel heel belangrijk. Waarom? Omdat onze mensen centraal staan. Een van mijn belangrijkste leuzen is eigenlijk met mensen werken voor mensen. Nu, zoals u dat wel weten, is het systeem van de dienstenchecks enerzijds een bijdrage van de particulieren, de gezinnen thuis, en anderzijds ook gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Nu vind ik dat ook heel belangrijk dat niet enkel het incasseren is, maar dat er ook een terugverdieneffect is naar de maatschappij. Mijn personeel wil ook heel centraal staan daaromtrent. En wij begeleiden ook naar de verdere integratie, zeker met de verschillende nationaliteiten allemaal in dienst. Wij helpen hen naar een zo perfect mogelijke huisvesting, dat nog niet evident is. In de taalproblematiek zitten wij met al die verschillende landen waarvan ze afkomstig zijn, helpen wij ook met het invullen van alle mogelijke documenten, zelfs de belastingbrief. En het is ook onze effectief onze bedoeling dat ze gelukkig zijn. Niet enkel op het werk, maar ook in een thuissituatie. En ik denk dat we daardoor jullie ook gevonden hebben als gemeenschappelijke partner om gelijkstelde doelstellingen klaar te maken. En we zagen het ook al een beetje in de video. Jullie hebben zich nu specifiek gericht op mannelijke huishoudhulpen. Ja, vroeger, en dat zal waarschijnlijk voor jouw tijd zijn, bestond nog het type systeem van de man aan de haard en de vrouw in de keuken. Ondenkbaar. Ondertussen is dat ineens wel gelukkig veranderd, dat eigenlijk de partners samen meehelpen in het huishouden. En wij als leverancier van vrije tijd willen eigenlijk de mensen daarin ondersteunen. En om die reden vinden wij het ook heel belangrijk, want uiteindelijk in onze sector toe is slechts 2,6% mannelijke huishouden. En dat willen wij aanpakken. Dat is bijzonder weinig. Zeer weinig, want eigenlijk als je in Vlaanderen neemt de 100% de werkstelling, is er 53% mannelijke krachten en 47% vrouwelijke krachten. Dus de sector moet echt waar initiatieven nemen om te komen naar die verhoging van die mannelijke krachten. Ja. En hoe ga je dat dan exact aanpakken? Want ik neem aan dat die morgen honderden mensen zich gaan aanmelden, of en hoe zit dat dan met ja, mensen die een mannelijke huishoudhulp aan huis krijgen? Eerst en vooral moet ik zeggen dat wij krijgen eigenlijk van heel wat nieuwe klanten een passief gevoel. En waarom dat zeggen? Als wij een man voorstellen aan onze klanten, passief, de man in ons huishouden, hoe kan dat nu? En bovenop, terwijl dat eigenlijk mannelijke poetskrachten wel aanwezig zijn voor de schoonmaak in fabrieken, in scholen of in bureaus, is dat niet het geval in de huishouden. Dus vandaar is het voor ons ook een kick-off. De aanpak naar de sensibilisering. Eerst en vooral naar de arbeidsmarkt toe. Dat wij heel duidelijk inbaar maken welke toffe job dat er mogelijk is. Een job met zelfstandigheid, een job met vrijheid. En zo dat ze hun eigen plan kunnen invullen in functie van de work-life balance. Ja? Dus dat profiel moet wij zeker vast naar buiten brengen. Dat is één laag. De tweede laag is dat wij via een zeer sterke tv-campagne ook de maatschappij gaan kenbaar maken van wacht, er zijn schitterende talenten op de arbeidsmarkt. En wij spreken niet over goed mannen of over goed vrouwen, wij spreken effectief over huishouden. En Labelle Maison doet de kick-off
naar deze aanpak, maar ik zal zeker vast ook de andere bedrijven die ondernemers zijn, meesleuren in het doel. En dat is eigenlijk de bedoeling van ons gastenspreker. Een heel mooi signaal, een heel mooi doel. Dankjewel alvast, geen vissers. En onze steun niet krijgen. Dankjewel.